Vanaf mijn 8e ben ik met computers begonnen. En dan spelletjes spelen? Begonnen met spelletjes. Op mijn 12e deed ik mijn eerste reparaties. Mijn eerste computer uit elkaar gehaald. En vanaf mijn 16e ben ik mijn eigen bedrijf begonnen langzaam op te bouwen. Vanaf mijn 18e officieel begonnen. Eerste project Thomas de Groe. Heel groot project. Meer dan 200 computers gebouwd. En dat is eigenlijk onze start geweest voor dit pand te kopen en ja, verder te groeien. Dus een vliegende start eigenlijk. Ja. Hoe kwam je aan die grote orde? Door een tip van de klant, die heeft ons getipt dat er een project bij hun op het werk was. En ja, met dat project hebben we op ingeschreven. En hetzelfde als dit project hebben we dat destijds gekregen. Nu ben je begonnen met computers, maar nu zit je in telefonie. Je zit in voice over IP. Je verkoopt eigenlijk belminuten. Ja. Hoe komt dat zo? De zakelijke markt. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe producten, nieuwe klanten. De klantengroep die vroeg daar ook om. Dus dat was eigenlijk de overstap. Ja, meer klanten, grotere klanten. Want wat doen jullie dan eigenlijk? Wij doen hoofdzakelijk hosted VoIP-oplossingen. Dus de klant hoeft zelf geen telefooncentrale meer te kopen. Kan wel, hoeft niet. En dat is een aanzienlijke kostenbesparing aan de investering van de centrale. Maar dat betekent dat je zelf ook fors hebt moeten investeren. Ja, we hebben een eigen centrale gekocht, een hele dure carrier centrale. Dus wij doen de investering van de centrale, klant alleen de investering in de toestellen. En waar heb je het dan over? Is dat een kwestie van tienduizenden euro's? Nee, dat bedragen van meer dan 500.000. Dan kun je een mooi pand verkopen. Ja. En toch durfde je dat aan. Het was een gok, maar we wisten wel waar we mee bezig waren, ja. En hoe is het afgelopen? Hoe gaat het nu? Heel goed, buiten verwachting goed. Vroeger moest een klant echt een centrale kopen, waren de investeringen voor de kleine bedrijven behoorlijk groot. En door een hosted VoIP-oplossing is de investering is veel en veel kleiner en de functionaliteit is veel uitgebreider. Waar zit nu jouw liefde? Zit dat nog bij die computers of ben je inmiddels ook richting de telefonie gegaan? Beide. Computers is toch hart en nieren, dat blijf ik ook altijd erbij doen. Maar telefonie is een leuker vak. Waarom? Meer contact met klanten. Een computer wordt één keer gekocht. Een klant heb je maandelijks of daar heb je regelmatiger contact mee. Bij de belklanten. Ja. Maar hoe kun je nou Nederland veroveren? Hoe pak je dat aan? Hier in Limburg doen we veel met, of door heel Nederland doen we heel veel met partners. Wat, wie zijn partners van jullie? Klanten die hetzelfde als wij doen, maar bij de klant gaat installeren, rechtstreeks contact heeft met de klant. Dat zijn partners waar we heel erg mee samenwerken, heel erg nauw mee samenwerken. Dus dat zit je een beetje in de haarvaten van ja, je eigen vakgebied. Maar zijn het dan ook computerwinkels of Ja, telefoonwinkels? computerwinkels, telefoonwinkels, allerlei soorten winkels. Alles wat ook met computers doet, maar ook met telefonie, communicatie, alles wat daartussen zit.